heb vandaag voor de allereerste keer mijn nieuwe single mogen doen. Hemelsblauwe ogen bij het Tros Muziekfeest hier in Amstelveen. Dus ja, ik vind dat moet je wel netjes van start gaan. Is dat zo inderdaad dat je bij officiële gelegenheden eigenlijk in pak moet gaan? Nou, eigenlijk is het zo dat mijn vrouw tegen me zei van nou Grat, kom op, je bent nou 31, je mag nou wel eens een keer wat netjes aantrekken. Ik zei nou, oké dan. En hoe voelt dat, zo'n pantalonnetje strak pakken en alles erop en eraan? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben er nooit echt een mens voor geweest, maar de laatste tijd draag ik heel veel pakken en heel veel nette kleding en ik voel me eigenlijk er best wel lekker in. Is dat zo dat er steeds meer een zakelijk aspect in Grat Dame naar boven komt of begint het creatieve weer steeds verder omhoog te komen? Ja, het zakelen zwakt eigenlijk een beetje af. Gelukkig heb ik de juiste mensen om me heen die voor mij het zakelijke afhandelen. En natuurlijk heb ik de touwtjes zelf strak in handen. Maar het creatieve, ja, ik ben wel heel erg mezelf aan het ontwikkelen, ook als muzikant. Inmiddels, ik speel bijna alle instrumenten en ik ben heel erg betrokken bij mijn eigen producties. Ik schrijf ook de liedjes voor Frans Duits en voor Wesley Klein en nog voor heel veel andere artiesten. En je wordt daar natuurlijk steeds handiger in en je ontwikkelt jezelf. Ik ben nu 31, maar ik word elk jaar word je een complete mens. Dat heb niet alleen ik, maar dat heeft iedereen. En ik denk dat het voor mij juist zaak is om juist alleen maar zoveel mogelijk met die creatieve dingen bezig te zijn. En zakelijk is het toch altijd een zooitje. Dus je kan beter mensen hebben die daarmee bezig zijn. En dan laat mij maar lekker de liedjes maken en met de muziek bezig zijn. Nou, ik zit eigenlijk heel goed in het leven. Ik heb mijn rust gevonden in wat ik doe. Ik heb een keuze voor mezelf gemaakt. Dat ik zeg van oké, dit is wie ik ben. Dit kan ik en dit kan ik niet. Dat is ook heel belangrijk. Je kan de wereld niet op je schouders dragen. En je moet niet alles willen kunnen, zeg maar. En wat ik gewoon kan en waar ik goed in kan zijn, is het echte levenslied. En dat is mijn ding. En dat heb ik dat gevonden. En dan heb ik ook een keuze gemaakt. Ik ga alleen nog maar dit soort dingen doen.